Het waren zo een schoft prachtig voor een fietstocht en een soort meisjes had dat dan ik al dienen. Ik toeristen springen op een fiets om ze de vakantie terug te brengen in Friesland. Nou, we rijden eigenlijk de Elfstedentocht, maar we hebben onze eigen route uitgestippeld met de knooppunten. Ja, en hoe is het hier in Noordwest-Friesland? Is het een beetje duidelijk allemaal? Staan alle borden er? Er staan meer borden op de kaart dan er in de werkelijkheid staan, dus dat geeft wel eens wat verwarring. Bovendien ben ik gewoon fietsroutekaarten min te lezen, omdat ze veel worden binnen tot de zinnen. Stichting Dwarp en Bedrijf Friesland is verantwoordelijk voor het onderhoud. Het systeem gaat nu het nieuwe seizoen in. Nou, de bestendigheid in alle weersinvloeden is ongeveer zo'n jaar, soms 10 jaar. Dat hing er een beetje van nou weer het stiert. En we komen nu wel op het punt dat we ontdekken dat, dat de borden wat faler worden. Een tweede punt is dat we in het varie inspectierondes doen, waarbij alles skinmaken wordt, schoont wordt welke eventuele beschadigingen hersteld worden moeten. En die ronde die kan nu elk moment plak vinden, maar die is nog net gebeurd. Dus we zitten nu even op het slechtste moment. En daar wordt dus binnen kwart werk van maken om het in ieder geval te verbeteren. En dan komen nou alle gedachten de wijnrekken boden boppen wetter. We komen direct voor een dadelijk nijen voor de wijnrekken en min te lezen boden in het plak. Op dit moment is er net een padje beschikbaar waar we dat samen uithelden kennen. Dus we zullen in Oerlis maar de gemeente en de provincie dan schermutten of er een manier voor te vinden is om dat weer op peil te krijgen. Het onderhoud van alle knooppunt fietsroutes in Friesland zal van juli aan naar alle gedachten onder de markrieten vallen. Ook die van Noordwest-Friesland. We zullen eerst op praten maken van hoe krijgen wij dit oer. Want ja, als je dit zou oorkrijgen, dat betekent dat er nogal wat onkosten maken worden om het weer up-to-date te krijgen.